shop als je hier naar kijkt. Dit is de Instagram account van Ajax. Dan zie ik een kleine daily in het midden. En eromheen ja, een paar foto's. Het is een hele hoop daily, hè? Ja, ik denk dat de andere spelers aangetrokken wordt. Ook wel zo is. Ik heb dat niet altijd in de gaten gehouden, maar... Ja, dit is wel even, dit is next level. Dit is, het is echt een ding dat je terug bent. Ik ben blij dat ik terug ben. En het is mooi om te zien dat de fans ook blij zijn. En Ajax zelf ook. Dus dat is mooi. Merk je het ook? Of, natuurlijk merk je het. Hoe merk je het, kan ik beter vragen. Afgelopen week heeft natuurlijk echt een teken gestaan van... Nou, de verloren zoon komt weer terug. Je kreeg een eigen nummer, werd er gemaakt. Hoe voelt dat voor jou allemaal? Ja, toch speciaal. Het is bijzonder om terug te keren. En ik ben gewoon heel, heel blij en heel gretig dat het uiteindelijk is afgerond. Het heeft allemaal lang geduurd ook. En het is mooi om te zien dat de fans er zo achter staan, dat Ajax er zo achter staat. En ja, dat doet me alleen maar heel goed. Zie je het aankomen, zoiets? Had je dit verwacht? Nee, ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Natuurlijk, je hoopt gewoon op als je terugkeert dat het gewaardeerd wordt, dat de fans gewoon achter je staan. En daar had ik ook zeker niet aan getwijfeld. Maar gewoon op het moment dat je alles binnenkrijgt zelf, dan geeft het toch wel wat extra impact. Ja, ja, dan heb je het ineens door. En dan de hamvraag natuurlijk, want we horen spelers heel vaak roepen, ik kom graag nog een keer terug. Nou, dat doen ze meestal als ze 55 zijn of zo. Jij komt gewoon 28 jaar, kracht van je leven heb je al gezegd. Waarom? Ik heb gewoon heel veel opties naast elkaar neergelegd. Samen met mijn management naar bepaalde opties gekeken. De voor- en nadelen tegen elkaar afgezet. Zelf daar veel over nagedacht. En uiteindelijk met Ajax concreet kwam erbij. En daar had ik gewoon gelijk een heel goed gevoel bij. En wat je zegt, ik ben 28, ik voel me sterk. Het is niet zo dat ik kom afbouwen hier. Ik ben nog ambitieus, wil winnen. En uiteindelijk is de keuze op Ajax gevallen. En daar ben ik gewoon blij mee.